toen zat ik, zaten we een keer te lunchen backstage. En toen zat hij zo naast me. Toen zei hij, toen keek hij me zo. En dit nu wordt een beetje roddelen, maar ik vind het toch leuk om te vertellen. Lekker want smeugheid. Hij heeft hier ook een keer gezeten natuurlijk. Ja. Toen keek hij me zo aan. Toen zei hij, Angelo, eigenlijk had ik daar moeten staan. En toen keek hij me zo heel indringend aan. Ik zeg zo, hey, wat heb je man, weet je wel. Hey, wie weet gebeurt het een keertje, weet je wel. En ja, het is hem gelukt. Het is hem gelukt. Oh, kijk. Ja. Hier komt de juice. Precies, ja. Ik kon het niet laten om het te vertellen. Dat is toch lekker? Ja. Daar zijn we voor. Meer smeuïge verhalen in Gitaarman op de podcast. Precies. Zeg, als je meer smeuïge verhalen wil, geef een duimpje omhoog of reageer eventjes. Gewoon hieronder in de comments. Precies. Gewoon met juice of zo'n pakje met juice kan je zo'n emoticon dingetje voor vinden. Die Yvonne Kolderweijer van de gitaarwereld. Jazeker, ja, absoluut.